van, waar zit ik in godsnaam voor? Je zit voor een Vizia digitale camera die opnames maakt van het gelaat, van de huid van het gelaat, vanuit drie verschillende richtingen. En dat doet hij zowel op als onder het huidoppervlak, dus de camera ziet meer dan dat je eigenlijk met het blote oog kan zien. En dan scoort hij de huid op 8 verschillende parameters, waaronder pigmentvlekjes, maar ook bloedvaatjes bijvoorbeeld, roodheid en ook rimpels, poriën en huidtextuur. Dus je ziet alles op de foto's? Je ziet alles, werkelijk alles. Niet alleen op de huid, maar ook onder het oppervlak. Oh, ik ben zenuwachtig! En zo'n score die zal op zich weinig zeggend zijn, die zegt ons ook niet zo heel veel. Die score is wel van belang om iemand over de tijd te vervolgen nadat iemand behandeld is voor een huidverbetering, om te kijken dan of die specifieke parameter beter wordt. Bij de uitgangssituatie is het interessant om die score te vergelijken, en dat doen we dan ook, om die score te vergelijken met leeftijdsgenoten van hetzelfde geslacht met dezelfde huidskleur. En dat doet die camera door middel van een database die erin zit. En die database die heeft de gemiddelde score voor elk van die parameters al berekend. En dan gaat hij dus bij de persoon in kwestie zeggen hoeveel procent je boven of onder die score zit. Dus hij zal zeggen je hebt 10% meer of 10% minder pigmentvlekjes dan je leeftijdsgenoten. Vervolgens, nadat die 8 parameters gescoord zijn, gaat de camera de huidleeftijd berekenen. En dat kan variëren van plus 10, dus 10 jaar ouder, tot min 10, ofwel 10 jaar jonger. En alles wat daar tussenin ligt. Oh mijn god. En ik ben onopgemaakt, hè? Dus nu zie je echt. En nu zie je alles. Ik ben naked. Maar dat moet ook, want anders dan gaat hij de make-up die op je huid ligt, gaat hij zien als iets. En daardoor zou je dus een valse waarde gaan creëren. In dat kuiltje. Oh, sorry. Ik denk dat ik er dan in zit, maar ik zit erop. Als je lacht, krijg je enorm veel rimpels. Oeh, ik kom eraan, ik kom eraan. Voor de linkerkant, die is altijd net iets slechter dan de rechterkant over het algemeen, omdat mensen veel licht aan de linkerkant ontvangen als autorijden. Gaat die gemiddelde nemen uit de database, in dit geval voor vlekjes. Ja. Het gemiddelde is altijd 50%. En dan kun je variëren tussen de 0 en de 100. Qua huidtextuur is fantastisch, 97%, spekgladde huid in dit gebied. Qua poriën zit je ook heel hoog, 92%. Zonbeschadiging is fors, 22%. Dus dat is laag, een heel laag percentage. Dus je hebt heel veel zonbeschadiging. Hoe kan dat nou? Dat kan. Dat kan zijn 10 jaar geleden, 20 jaar geleden. Oh ja, dat is het. Eenmaal beschadigd gaat dat niet vanzelf meer weg. Bruine vlekjes, pigmentvlekjes, zit je boven het... Het gemiddelde, 69%. Veel, dus weinig bruine vlekjes. Ja. Relatief weinig rode vlekjes op je wangen. Valt nog wel mee. Maar je ziet wel de gebroken vaatjes en de ontstekingen. En dat zie je natuurlijk ook hier op je kin. Wat hij dan niet meeneemt in de analyse. De analyse zegt dat de huidleeftijd 30 jaar is. Wat 6 jaar minder is dan Maaike haar kalenderleeftijd. Ik ben nu 30!
Qua huidleeftijd in ieder geval wel. En nu ben ik 18. Ik denk dat dat een hele grote uitdaging gaat worden. De vraag is moeilijk of je dat moet willen. Ik zou al heel tevreden zijn met 30. Oké. Dan ben ik dat. Dank je. Graag gedaan. Super bedankt voor het kijken. En wil je op de hoogte blijven van alle video's? Abonneer je dan op mijn kanaal. En je kunt me ook vinden op Facebook, Twitter en Instagram. En natuurlijk mijn blog, furl.nl. Dankjewel voor het kijken. Doei!